Heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Jongens, welkom bij de Hot Coffee Show. Wij, Marcel en ik, hebben zojuist e-sports nieuws opgenomen. En ik dacht, maak van de gelegenheid gebruik om gelijk even de Hot Coffee Show op te nemen. De show voor jullie stellingen. Elke donderdag hier op Gamers.nl. Hallo Marcel. Hallo Peter. Leuk is het met jou? Zijn? Ja, prima. Het is druk het werkend bestaan. Ja? Had ik niet verwacht. 40 uur per week werken. Dat is wel veel, hè? Dat is wel heftig, hoor. Ja. Ja. Maar, dus je bent moe vooral? Vooral moe, ja. Maar dan komt er ook dan vaak de 2 uur 's nachts de doorgame. Ja. En dan, ja, volgende dag weer je, je wilt ook niet concessies doen. Ik ga niks inleveren, nee. Nee. Mijn uren die blijven even lang. Ja, oké. Nou, leuk. Leuk dat je er bent. Elke donderdag bespreken we jullie stellingen. Laat ook een stelling achter als je ook wil dat we het over jouw stelling gaan hebben. En ik vond het leuk om Marcel hiervoor uit te nodigen, omdat het gaat over de Nintendo Switch. We hebben Tom en ik zijn naar de Switch-presentatie geweest, hebben ermee gespeeld. En dan is het juist leuk om iemand die iets meer afstand heeft, ja, mee te laten discussiëren over de stelling van Crazy Samuel. En de stelling is, heeft de Switch-presentatie de hardcore gamer weer aangetrokken? Ja, en daar maken we dan een stelling van. Dus een vraag. De Switch-presentatie heeft de Nintendo gamer weer teruggehaald. Ja, inderdaad, ja. Dat is de stelling. Ik, waar moet ik beginnen? Ja, zie jij jezelf als een hardcore gamer? Een Nintendo gamer? Nou, gewoon, ja, goed, een hardcore Nintendo gamer. Ja, ik ben wel een behoorlijke Nintendo gamer, ja. Ja, al okay. Mijn hele leven al. Maar ik was, mijn console of choice was vroeger de eerste Nintendo 64 en toen de GameCube heel erg. En jij? Nou, ik heb dus een Nintendo 64, de SNES en de NES dan heel veel gespeeld. Ja. En naar de GameCube. Ik kon niet omgaan met die controller. Mijn handen die zijn normaal, dus ik kon geen GameCube-controller vasthouden. De beste controller ooit gemaakt ik tot de Xbox 360-controller. Vreselijk. Oh, wat een heerlijke dus controller. Toen heb ik hem, die heb ik laten links laten liggen. De Wii heb ik natuurlijk wel weer gekocht. En nou hoop ik toch eigenlijk alweer voor de Switch te gaan. Ja, want de Wii U heb je overgeslagen. De Wii U heb ik overgeslagen, dan moeten we misschien daar eventjes, want heel veel, want de Crazy Samuel die praat over de Nintendo Gamer terug. Oftewel, de Nintendo Gamer is nu weg. Dat is ook zo, want de Wii U heeft niet gedaan wat hij moest doen. Waarom ben jij niet overgestapt naar de Wii U? Naar de Wii? Omdat ik de Wii vond ik heel erg leuk om vooral met vrienden samen te spelen. Weet je wel, vriendschap kapot laten gaan met Mario Party en zo. Ja. Geweldig. Maar ja, daarnaast vond ik het niet heel interessant meer worden eigenlijk. Wat vond je er niet interessant aan? Nou ja, de games die je erop kon spelen op de Wii U, daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Of ik zit echt mezelf hier zwaar voor blok te zetten, want er zijn super goede titels uitgekomen. Maar die zijn dan compleet veel langs me afgegaan. Oké, dus maar bij de Wii had je dat dus wel. Want welke games bij de Wii bijvoorbeeld vond jij echt system sellers? Ja, weet je wat het is? Ik had een PlayStation 4, of 3 dan in dat geval nog, en een Xbox 360 had ik. En ik had een PC. En daar kon ik allemaal alleen op gamen, maar iedere keer als mijn vrienden er waren, konden we niet iets samen doen. Dus ik had de Wii echt specifiek gekocht om samen te gaan spelen. En is dat de reden waarom Nintendo gamers weg zijn gegaan? Of denk je? Het is het samenspel. Als ik zeg maar hardcore Nintendo fan ben en ik wil bijvoorbeeld Zelda spelen, dit en dat. Ja. Ja, dan moet je inderdaad een Wii gaan kopen. Ik weet niet meer welke heen wil te gaan. Nou ja, die party games. Ja, je mist party games op de Wii U. Ja, precies. Die waren er gewoon helemaal niet. Volgens mij was Just Dance er nog. Ja, die was er wel. Er waren wel een paar spelletjes minder. Die is altijd, weet je wel. Ik kan ook gewoon Just Dance voor de Wii gaan spelen. Ja, oké. Okay. Dus ja, dat heb ik een beetje gemist bij de Wii U. Oh, maar dat is grappig dat jij dat zegt. Want dan ben jij niet echt een core Nintendo gamer. Maar wel heel erg een Wii gamer. Als in, ik wil party games. Ik heb dus wel de Game Boy, alle Game Boys gehad. Tuurlijk. En Nintendo DS'en. Ja. Allemaal. Ja. Ja, het zijn er dus een paar. Dus qua handheld was ik juist weer heel erg Nintendo fan. Ja. Oké. Okay. Nou, het is goed dat we dit weten. We hebben dit stukje geschiedenis van Marcel. Want wat dat betreft. Kijk, ik vond dat ik naar de Wii U over moest. Omdat ik die paar Nintendo games niet wil missen. Alleen, we hebben op de Wii U gewoon geen grote Zelda en grote Mario gehad. Nee, nou. Dat is echt voor een Nintendo gamer heel vervelend. Kijk, je had Mario 3D Land en Super Mario Maker was vet. Maar niet echt een 3D Mario en ook niet een echte grote Zelda. Alleen maar remakes. Dus dat is voor heel veel Nintendo gamers denk ik de reden geweest van god, dan pushen we dat aside. Precies, dan maar links laten liggen. Bij de Switch krijgen we de 2 in een jaar. Ja, nog steeds. Wat vind je trouwens van de line-up? Want het zijn maar 5 games. Ja, bizar, hè? Ja. Het is niet heel veel. Het is heel weinig zelfs. Ja. Ja. Dus ik zou eerst zeggen, je wil hardcore gamers, hardcore games wil trekken, moet je juist meer ook hardcore titels tevoorschijn halen. Ik denk dat we daar met Nintendo een beetje afscheid van moeten nemen. Van het feit dat, laten we heel eerlijk zijn, de Nintendo 64 had al niet heel veel cross-platform games. Nee. De GameCube ook niet echt. Iets meer misschien omdat het discs waren, maar ook niet echt heel veel. En bij de Wii eigenlijk ook niet, want het waren. Kijk, op de Wii kwamen wel Call of Duty's uit.
Maar laten we eerlijk zijn, het waren altijd de kutte versies. Ja, op de Van Ronde heb ik volgens mij nog gespeeld inderdaad. En of Battlefield. Ja. Op de Wii. Oh, vreselijk. Niet te doen. Precies. Dus misschien moeten we gewoon met z'n allen zeggen dat als jij nu kijkt en jij bent een gamer die zijn Switch wil als vervanging voor zijn Xbox, PlayStation of PC. Misschien moet jij dan gewoon niet voor Nintendo kiezen. Nee, ja. Dat denk ik inderdaad dus ook eigenlijk. Ja, want die multiplatform titels, dat is inderdaad het probleem. Maar dat is ook al veel langer een probleem dan dat wij nu zeggen. Want de echte hardcore games, zeg maar, die wel kwamen voor de SNES en de NES. Niet alleen door de bugs, zeg maar, die er toen in zaten, dat het eigenlijk onmogelijk was om ze uit te spelen. Maar die waren ook gewoon stervend moeilijk. En tegenwoordig heb je dan, ja, ik bedoel, ik heb bij Mario, Super Mario Galaxy misschien een half uur, minuutje ergens vastgezeten. Ja. Dan houdt het weer op, zeg maar. Is moeilijkheid ook een probleem? Nou ja, als ik een echte moeilijke game wil, dan ga ik Dark Souls spelen. Of, ja, of zoiets. Dat is waar. Dan ga ik niet op de Nintendo Switch dan Zelda spelen of zo. Oké, dus dat hebben we established. Dat als je echt de core gamer bent die sowieso Xbox, PlayStation en PC games wil, dan moet je niet voor de Switch kiezen. Nee, graphics aan de kant en de prestatie aan de kant. Waarvoor kies je wel voor de Switch? Ik denk dat een van de andere redenen, de multiplatform of de party games, waar jij het over hebt, die komen wel heel erg terug op de Switch. Want daar heb je nu de Joy-Cons voor. Precies. En je kan, zeg maar, de Switch neerzetten en samen spelen. Wij kunnen nu samen hier met een Switch Mario Kart spelen. Dat zou ik dus mega tof vinden. Daarom zou ik weer de Switch gaan halen. Hè, omdat mijn Wii wel aan upgrade toe is na al die jaren. Ja. En daarnaast, ik merkte dat, of ik zag dat, ik had gelezen een artikel op Gamersnet, misschien ken je die website, dat in de controllers zitten soort gewichtjes, zeg maar, in ieder geval die dan meerollen met... Het is echt een rumble feature. Rumble feature, ja. Het is echt HD rumble, zo noemen ze het. Lijkt me helemaal fantastisch. Als ik dan, volgens mij kwam Skyrim ook uit, zag ik. Als je dan gaat lockpicken, dat je dan dat aan de controllers kunnen, kan voelen hoe die gaat. Ja. Dat zou ik dan wel vet en iets meer richting het hardcore vinden aan. Ja, Skyrim komt eraan op de Switch. Benieuwd hoe dat gaat zijn trouwens. Ja, ik ook. Wat ik heel vet vind aan de Switch, dat vind ik echt naar buiten de games. Want er komen weinig games uit, maar ik moet de nieuwe Zelda spelen en ik moet de nieuwe Mario spelen. Dus gewoon, ja, ik hou van Nintendo, dus ik koop die Switch alleen al daarom. En zeggen mensen, 300 euro is dan heel veel geld. Ja, ik heb dat ervoor over. Maar goed, dat moet je helemaal voor jezelf beslissen. Ik zou dan liever een Mario modje in GTA zetten, denk ik. This guy's out of his fucking mind! Bye, thanks for eating at Burger Chomps. Wat ik vooral heel vet vind, is dat het een handheld console is. Dus je neemt hem mee. En dat, ik bedoel, Pokémon Stars gaat naar de Switch komen. Dat betekent dat je een handheld Pokémon krijgt, waarschijnlijk met een grafische upgrade naar de Switch, die je overal kunt spelen. Maar ook thuis op de bank kan ik dan op mijn grote scherm Pokémon spelen. Dat is best wel heel vet. Dat is inderdaad wel mega vet, ja. En ja. Weet je, ik zit nog steeds heel erg af te vragen of de echte hardcore gamers ook eigenlijk op zoek zijn naar een handheld. Want je wil gewoon, weet je, als ik in ieder geval een hardcore game wil spelen waarvoor ik echt moeite moet doen, dan wil ik ergens zitten en liefst mezelf afsluiten. Dan ga je niet onderweg spelen ofzo. Of ergens maar ik vind, er zijn wel heel veel hardcore Pokémon spelers hoor, die dat heel fanatiek doen in ieder geval. Ik ook wel. Ik zou ook, meestal als ik naar een beurs ga ofzo, dan is het wel altijd even een dashje meenemen. Dat snap ik wel. Nee, ik denk dat het voor de Nintendo gamer er heel veel meer uit gaat komen dan op de Wii U. Ondanks dat de line-up in het begin heel karig is. Maar met Splatoon 2 en met Mario Odyssey en met Breath of the Wild heb je al 3 fantastische titels in het eerste jaar. Waar de Wii U jaren over zou moeten sparen. Dat bedoel, dat is nooit geweest. Nee, klopt. Ik ben trouwens heel erg benieuwd naar Splatoon 2. Ja. Het lijkt me echt heel erg gaaf te worden. Ja. En de tech. Ik vind de tech zo bijzonder. Het is een keer iets nieuws. Nintendo gaat altijd de verrassende kant op, zeg maar. Ze doen nooit wat iedereen wil. Kan ik ook heel en erg hardcore gamers manieren. Willen dat niet, hè. Want we weten dat de Xbox met Xbox One wilde ze ook iets vernieuwends doen. Waar een kleine rel over was. Een behoorlijke rel. De reden dat, en de minst vernieuwende, ouderwetse, alleen maar grafische kracht en verder nul vernieuwende console PlayStation, dat is de herenmeester. Dus misschien is de hardcore doelgroep gewoon, heeft geen zin in nieuwe dingen. Nee, ja, in ieder geval nog niet. Ik denk als een aantal jaren erin zit, zeg maar, dan is het weer, dan zijn ze weer gewend. Maar ja, als ik zeg dat de Switch wordt aangestuurd door hetzelfde als wat in een Nvidia Shield zit, dan denken natuurlijk echt de PC-game. Was dat zo'n GTX 79 of zo? Ja. Wat? Of, ja, dus ja, dat is wel een ding. Maar goed, het is wel innoverend en ik vind het apparaat heel mooi. Het ziet er heel tof uit. Ik vind nog steeds, als de controllers in dat docking station zetten, een beetje zo'n zielig hondje lijken, zeg maar.
Jongens, wat denken jullie van de Switch? Laat het even weten hieronder in de reactie. Ben je iemand die zegt van dat is niks voor mij, ik vind die Nintendo games niks, blijf lekker bij een PlayStation. Of misschien denk je wel, ja, ik heb de Wii U overgeslagen, maar ik vind de Switch eigenlijk wel weer een tof innoverend apparaat waar ik wel, die ik wel een kans ga geven. Wat denk je eigenlijk? Nou, ik er zo over nadenk, ik denk dat ik toch wel bij de PlayStation blijf. Nee, ik ook, maar ik ga ook een Switch ik halen. Ik ga ook een Switch halen. Ja, oké. Okay. Breath of the Wild, man. Het is Skyrim versus Wind Waker. Het is awesome. En Odyssey is ook vet. Het schijnt heel tof te gaan worden. Maar ik ga denk ik eerst nog even wachten, hoor. Ja? Ja, ja, dat is wel zo. 5 launch games. Kijk, dan moet je gewoon kiezen. Kijk, mensen die geen Wii U hebben, die direct Breath of the Wild willen spelen, gaan een Switch kopen. Als je al een Wii U hebt, dan kun je eerst even wachten en Breath of the Wild lekker op de Wii U spelen. Dat is ook prima. Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de stelling inderdaad. Heb je er zelf eentje? Gooi hem in de comments neer en we behandelen hem graag. Ja, en ja. 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 Dat was hem. Ja, dat was hem. Jawel, die was hem. Peter, dat kun je niet maken. Jawel.